goedenavond. We hebben netwerk weer achter de kiezen. En dus tijd voor een nieuwe aflevering van Zo Vader, Zo Zoon. Waarin de echte Zo Vader, Zo Zoon gaat spelen. Met de filmkenner van Nederland in de stoel. En vier vaders, daar zou je ze hebben. Goed, ze zijn weer mooi binnengekomen, de vaders van vanavond. En ons panel zat er alweer en ik ben weer blij dat ze er zijn, hoor. Van links naar rechts, Nelly Vredda. In het midden, Jochem van Gelder. En op rechts, Marit van Bohemen. Een kleurrijk gezelschap in ons midden. Tijgertjes, hè? Allemaal tijgertjes. Jongens, het gaat vanavond... Of panthers, kan mij het schelen. Het gaat vanavond over film. Ik vraag me af, hebben jullie wel eens tijd om naar de bioscoop te gaan? Ik ga heel vaak. Ga je vaak? Ja, en dat komt omdat mijn vriend het ontzettend leuk vindt. Dus die neemt mij heel vaak mee naar de film. Dus wij gaan misschien wel gemiddeld 1 à 2 keer per week. Gek, mens. Ja. Heerlijk. Jochem, misschien ook vaak, een tijd voor... vaak een videootje. Iedere zondagavond pik ik een videootje. En wel een paar film keer. Moet je in de bioscoop zien, Jochem. Maar ik hoor dat je een film in de bioscoop moet zien. Dus ook wel 1 keer in de maand een film, toch wel. Maar met de jongens dan een kruimeltje of zo? Nou, alle Disney-films sowieso, natuurlijk. Ja? Ja, die pakken we mee. En goede films, ga je daar wel eens naartoe? Ja. De laatste was Vlodder. Jongens, de stemming zit er weer meteen in. Ja. Het is ongelooflijk. Zullen we door de kleding komen? We gaan eerst even samen luisteren naar de mooie woorden van een zoon voor zijn vader. Een overeenkomst met mijn vader is dat hij, net als ik, heel veel plezier beleeft aan het regelen van dingen. En ondanks dat zijn werk zich op een totaal ander vlak afspeelt, zou hij wat mij betreft een fantastische producent zijn. Hij houdt ervan om mensen in nood te steunen. En hij stapt meerdere malen per jaar in de auto om naar Hongarije te rijden om daar een kinderthuis te helpen. Ja, hij is officieel gestopt met werken, maar in zijn geval betekent dat zeker niet dat hij niets meer doet. En de zoon van vanavond is nog lang niet van plan om met pensioen te gaan. Hier is de filmkenner van Nederland, René Mioch. Welkom, René. Hi. Deel jij die mening trouwens van Nelly dat je een film in de bioscoop moet zien en niet thuis op een videootje? Nee, natuurlijk deel ik die mening. De ervaring als het licht uitgaat, geluid en beeld, dat is allemaal veel intenser als dat je thuis kijkt. René, wanneer is die belangstelling voor bekende mensen bij jou ontstaan? Nou, volgens mij toen ik op de lagere school zat, was ik al met de schoolkrant bezig om allerlei dingen, de opnames van radio te bezoeken. Ik woonde een ander deel van Nederland op dat moment. Maar dan af en toe kwamen er wel eens bekende Nederlanders die kant heen. Daar naartoe om te kijken of je ze te spreken kunt krijgen. En dat is uitgebouwd later via een ziekenomroep en toen naar de radio. NCRV-radio en vervolgens televisie. En zo is het dan wel gekomen. Ja. En film, nou ja, voor een deel van huis uit meegekregen. Toch wel? Ja, we gingen vaak naar de film toen ik klein was. Ja. Ja. En tegenwoordig ga je met je meiden nog wel eens naar de film? Je hebt 2 dochters? Ja, ja, die zijn ontzettend... verslaafd, net als ik. René, we beginnen dit programma met 4 kiekjes. Wil je zo vriendelijk zijn om even langs de vaders te lopen? Ja. Onze hoffotograaf staat klaar voor 4 prachtige kiekjes. René Mioch met vader A ziet er zo uit. Met vader B. Ja. En dit is met vader C. Heel stoïcijns. Kijk die. En met vader D. Panelleden, fysieke gelijkenissen. Zie je nog wat, Marit? Nou, ik zie dat A zo ontzettend zijn best doet om helemaal niet te reageren op niks. Dat ik daardoor wel begin te twijfelen. Dus ik ga even naar A. Oké, okay. Jochem. Nou, ik ga ook naar A vanwege de mond. Als de mond van René, ik heb studie van gemaakt van René. En ik weet dat als die lacht dat er 2... kuiltjes, deukjes zitten. En dat heb ik nog niet gezien. Maar ik weet ook, als de mond in rust is bij René, dan gaan de mondhoeken iets wat naar beneden. En dat hebben C en D, die hebben een veel te vrolijke mond. En B heeft dat ook een beetje. Maar A heeft dat vooral. Dus ik ga vanwege de afhangende mondhoeken, mag ik het zo zeggen, naar A. Oké, okay, en Nelly? Ja, ik ook. De vorm van het gezicht, de mond en nu ook de lach nog erbij. A. Ja,
Oh, zullen wij hem nog spelen deze aflevering of zijn we klaar? Laten we doen voor thuis. Voor thuis. Ja, gaan we het toch nog proberen, want je weet het nooit. Vaders, wilt u de hoofdtelefoons opzetten? Dan kan ik de eerste vraag stellen aan René. René, je zei het al eigenlijk in je aardige woorden voor je papa. Hij is altijd bezig met goede doelen. En dan heeft hij heeft weer iets op touw gezet. Een grote benefietavond voor een nieuw kinderthuis in Hongarije. En hij heeft al een aantal bekende Nederlanders geregeld. Die hij weer via jou heeft leren kennen. Heeft hij zelf geregeld. Maar hij heeft nog één ultieme gast uit te nodigen. En daarvoor komt hij bij jou. Hij zegt, René, doe mij een lol. Bel even die Stallone voor me. Je bent toch zo'n vriendje van die Stallone, Sylvester Stallone. Kun je dat even voor me regelen? Ik vraag me af wat je dan gaat doen. Zeg je, pap, dat regel ik. Maar je regelt het helemaal niet. En je zegt later van, het is niet gelukt, sorry. Zeg je, ja, dat kan überhaupt niet. Of stuur je een dubbelganger of zo? Een dubbelganger, daar hou ik helemaal niet van. Nee. En Stallone, gekoppeld aan een goed doel. Ik denk dat je een hoop geld mee moet nemen om hem enthousiast te maken voor een goed doel. Ik denk niet dat ik zou zeggen van ik ga dat voor je regelen. Maar zolang het binnen de landsgrenzen blijft... Nee, maar dat doet u zelf, je papa. Nee, Stallone moeten we hebben. Ik raad hem aan om het gezellig te houden en Stallone niet uit te nodigen. Want Stallone is helemaal niet zo leuk. Nou, als hij veel geld krijgt, is het een hele aardige man. Oké, dat zegt genoeg. Dankjewel. Vader A, wat gaat uw zoon doen? Gaat hij Sylvester Stallone uitnodigen voor u? Beslist niet. En waarom niet, vader A? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat iedereen zijn eigen weg moet gaan en zelf maar uit moet zoeken wat hij doet als hij iets organiseert. Oké, vader A. Vader B, wat gaat uw zoon doen? Gaat hij hem regelen? Omdat het voor een goed doel is. Ik denk dat hij daar heel erg achter staat in dat hulp bieden voor het kinderthuis in Hongarije, waar ik al jaren voor... spullen lever, denk ik dat hij wel zijn best voor zal doen. Hoewel ik natuurlijk niet weet in welke, of dat mogelijk is. Of je zo'n beroemdheid dan echt over kan krijgen. Maar ik denk dat we erachter staan. Hij gaat het proberen. Ik denk het wel, ja. Goed hoor, van die René. Ja. Vader C, wat gaat uw zoon doen? Haalt hij een binnenste loon voor u? Nou, ik denk het niet dat hij dat doet. Nee, vast niet. Nee. Is dat het, vader C? Komt er nog meer, vader C? Nou, ik zou het op het ogenblik echt niet weten wat ik moet zeggen. Want hij doet het echt niet. Nee, hoor. Nee. We komen even langzaam op stoom gewoon. Vader D, wat doet u zo? Gaat hij Sylvester Stallone uitnodigen? Nee, dat geloof ik niet. Want hij wordt zo vaak benaderd door acteurs en actrices die zo graag wel voor het scherm willen komen. Ja. En op het scherm ook. Ja. Nee, ik denk absoluut dat hij dat niet accepteren zal en een heel leuk schouderklopje zal geven. Ja, ja. Ja. Heel goed. Nou, we hebben 4 keer de vaders gehoord. Je zit nog helemaal in vertwijfeling, hè? Wat moet je hier nou mee, Marit? Ja, nou ja, dan blijf ik toch bij A. Het was wel allemaal heel kort en krachtig. Wat ook wel fijn is, hoor. Dan hoef je niet zo heel lang na te denken uiteindelijk. Ja. Maar ik blijf toch bij A, omdat hij vrij beslist was en ik... Ook die mond begint nu bij mij ook te werken. Dus gelijkenis, hè? Ja. Kijk, en zie die kuiltjes komen? Zie die kuiltjes komen? Ja. Nee, A, wilt u niet lachen? Nelly. Blijf ook bij A. Ja? Heel krachtdadig. Ik zie hem zo naar Hongarije rijden. Ja. Goed zo. En Jochem? Ja, het is niet leuk. Eigenlijk wil ik naar A, maar ik ga een andere letter doen. Want het is ook wel duidelijk dat A zoiets heeft van, oh, het is dus te duidelijk. Dus nu ga ik in één keer hele korte antwoorden geven of niks meer zeggen. Die gaat echt die handrem, trekt die nog verder aan. Hè? Ja, ja, ja. Dus ik denk ook dat het A is, maar van de andere kant, D zit er ook wel heel erg te genieten vanavond. Dus ik doe even een uitstapje naar D. Oké. René, het gaat ons allemaal een keer gebeuren als papa van mooie jonge dochters. En jou gaat het ook gebeuren. Het eerste vriendje staat voor de deur. Jouw oudste is 13, hè? Ja, nou, 14. 14 zelfs, nou dan gaat het. Dus heel reëel ook. Zo'n pummeltje komt voor de deur. En al heel snel blijkt hij helemaal niet geïnteresseerd in jouw dochter te zijn. Maar in jou vooral. Hij raakt aan het praten. Binnen 10 minuten vraagt hij al de handtekening die je hebt van Demi Moore. Ik zeg, kan ik die hebben? En wanneer kan ik mee naar zo'n filmpremière? En jouw dochtertje staat erbij en die kijkt naar. Die zit alleen maar verliefd te kijken naar dat. Naar die Jimmy of hoe heet dat sukkeltje. Maar in ieder geval dat ventje. Vreselijk mannetje. Hoe ga je daar nou mee om? Of ga je later dat met je dochter bespreken? Hoe doe je dat?
Mijn kinderen vinden het hartstikke leuk wat ik doe. Maar zodra anderen daar geïnteresseerd in zijn, zijn ze denk ik heel snel van, hou eens even op. Ja, maar ze is zo verliefd. Ja. Ze is zo verliefd. Ja, ja maar dat, ik hoop toch dat die liefde voor haar is en niet voor mij. En dat, weet je, het gaat in het werk wat ik doe, gaat het om gewoon programma maken. En ja, niet om dat het nou zo heel belangrijk is dat je al die sterren ontmoet of zo. En ik denk dat ik dat heel erg snel duidelijk zou maken. Aan je dochtertje? Aan mijn dochtertje. Maar als het echt vervelend wordt, dat hij mee wil en zo, zou ik gelijk zeggen, hou eens even op. Maar dat zeg ik wel tegen hem dan. En als zij toch verliefd is, nou ja, dan heeft ze een harde dobber, denk ik. Ja. Oké. Na verloop van tijd. Duidelijk. Vader B, wat zegt uw zoon tegen uw kleindochtertje dus? Van, daar moet je niet aan beginnen, joh. Nee, ik denk niet dat hij dat zal zeggen, omdat hij vindt dat toch ook de kinderen zelf voor zichzelf, natuurlijk nog op een jonge leeftijd ook nog, dus voor zichzelf moet uitmaken of ze ermee doorgaan. Ik bedoel, het zal mij niet lastig, het zal mij niet storen als een kind misschien een handtekening wil hebben, maar ik zal verder tegen haar zeggen van, ga maar lekker spelen met je vriendje. En, hij vindt het allemaal wel goed. Hij vindt het goed. Ja hoor. Krijgt het jongetje nog van langs? Nee, van nee, nee. Nee? Nee, nee. Hij laat het gewoon zo. Dank u wel, vader B. Vader C, wat doet uw zoon? Nou, ik denk dat hij ze meestal slepen naar verschillende films. Ze moesten kijken naar te doen. En dan, hij vindt het wel leuk? Ja, hij vindt het wel leuk. Het, ja, tuurlijk. Inderdaad. En dan, zal hij wel zeggen, nou meid, veel geluk met hem. En, ja. Hè? Ja. Hij mag gewoon en, leuk. Mag, ja, gewoon leuk. Gezellig. Ja. Ja hoor, gezellig. Goed zo. Dank u wel, vader C. Nou, dat wordt niks, jongens. Vader... Jawel. Vader D, hoe reageert uw zoon? Nou, dat is ontzettend moeilijk. Ja, dat is waar. Ja, dat is een probleem. Ja, dat is een groot probleem. Dus... Weet u de vraag? Dus... Ja. Ik kan niet zeggen, het laat hem koud. Nee. Het laat hem niet koud. Nee, want oh, dochters zijn zo heilig in je gezin. Ja, hè? Ja, toch wel. Heeft u zelf ook dochters? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat is bekend. Ja, dat is bekend. Oh, ja, dat is bekend. Daarom. Ja. Heeft u ook zonen? Nee, dat niet. Ja, dat is René. Nee. Oh. Nee, die heb ik. Nee, prima. Ja. Het is een hele kwestie en ik krijg de koud van en warm. En we gaan naar vader A. Vader A, spreekt uw zoon zijn dochtertje erop aan? Of wat gaat hij met deze situatie doen? Ik denk dat hij de vrijheid aan zijn dochter laat. Ja, heel en niet goed. Heel streng erop ingaat, dan, dat kan allemaal niet. Nee, oké. Zijn hele, zeg maar, hele vrije papa zie. Ja, ik denk dat hij die vrijheid gewoon kent ook. Dus dat, ja. Heel goed. Nou, we hebben vier prachtige antwoorden weer gehoord. Nou, zo leuk is dat niet, Nelly. Nee, maar helpt ons wel. Het is een bloedserieuze zaak. Heb je een keuze? Ik blijf bij A. Je blijft gewoon bij A, wat er ook gebeurt. Jochem. Nou, B doet heel erg zijn best om de vader te zijn. Nou, ik ga terug naar A. Absoluut. Ada. Ja. En Marietje, zat op bij A? Ja, precies. Ik kan nu ook wel naar A gaan, maar dat vind ik ook zo flauw. Want stel nou dat het niet zo is, dan gaan we weer vreselijk het schip in. Ja, dat is het programma, hè. Dus er moet toch iemand zijn die dan af en toe heel sociaal zegt, ik doe eens een ander. En ik vind eigenlijk nog steeds D, want dat vond ik in het begin ook wel, toch ook wel iets hebben van René. Goeie antwoorden ook, hè. Goeie antwoorden ook. En ik gewoon... zie de neuzen zo, hè. Ik wil niet beïnvloeden, hoor, maar ik zie je, ja. Wij zien ook neuzen. Oh. Ja. Zo. Ik kan de neus niet zien. Nee, ik ga naar B eventjes, ja? Oké, maar... Voor de veiligheid ook. Wat voor vraag heb je voor René bedacht? Ja. René, ik heb de volgende vraag aan jou. Nou, je bent inmiddels geen onbekende meer in Hollywood. En stel je nou voor dat de grote regisseur Spielberg aan jou het volgende gaat vragen. Die zegt, hey René, listen. Jochem, help even trouwens. Wat gaan we doen? Jij moet het vertalen. Echt waar? Ja, je weet toch niet of iedereen Engels spreekt? Ik ga nu vertalen. Ja, okay. Zeg hem op dan. Dus René, listen. Hey René, luister. I really appreciate what you did for us last, let me say, 10 years. Nou, ik waardeer erg wat je, nou, laten we zeggen, de afgelopen 10 jaar voor ons gedaan hebt. And I really think it's a big burster the tune. Ja, ik vind ook, ik vind je gewoon een leuke vent. Precies. Oh, aardige peer. Tuk. Goed, hè? Ja, veel lekker, hè? Ja, precies. Nee, in ieder geval, hij vraagt aan jou of je niet is dan een uit het blijk van waardering, omdat je zoveel reclame hebt gemaakt in Nederland dan, of je dan niet eens een rolletje wil spelen in een nieuwe productie van hem.
En die productie die gaat heten The Miracle of East. En het is een actiethriller met Brad Pitt en Sharon Stone. Mm. En jij hebt de keuze uit 3 rollen. En het gaat mij erom welke je kiest. En ik wil dat antwoord straks even horen van vader C. Ja. De keuze is als volgt. Je bent een politieinspecteur die aan het begin van de film een grote rol lijkt te krijgen, maar in scène 3 al onder een auto komt. Jammer. Of je bent het ex-vriendje van Sharon Stone die naast haar wakker wordt, even met haar stoeit en dan de benen neemt. Oh. Niet haar benen, maar zelf. Of je bent iemand die aan het einde van de film voor het eerst in beeld komt. Die blijkt wel het brein achter het hele complot geweest te zijn in de film. Maar die wordt meteen ontmaskerd en is weg. Nou, mooie rollen. René, welke kies je? Ik zou ervoor kiezen om die laatste rol te doen. Waar je eventjes er bent, ja. Maar wel zo belangrijk. Ja, omdat precies. Je namelijk dan de hele film of het hele verhaal neerzet. En heel snel weer weg bent ook. Oké. Okay. Optie 3. Ja. We gaan naar vader C. Welke rol kiest uw zoon? Nou, ik denk de tweede. De tweede is wel, dat is, die rol die lijkt me wel er heel erg geschikt voor. Met die Sharon Stone even? Ja. Ja. Goed antwoord. Die wel van. Tenminste, een fout antwoord, maar, ja, maar perfect. Leuk gebracht. Nelly, wat heb jij voor vraag voor René? René, je bent op het filmfestival in Cannes en je hebt een interview afgesproken met Michael Douglas. En die zou om 11:00 verschijnen, maar het is inmiddels 1:00 en de man is er nog steeds niet. Om 2:00 komt hij eindelijk aanzetten. En hij heeft duidelijk genoten van een uitgebreide Franse lunch met een heerlijke fles, zo niet 2 Chablis erbij. Je bent behoorlijk geïrriteerd. Wat doe je? Zeg je daar wat van of denk je nou nee, dat bederft mijn interview, laat ik mijn mond maar houden? Welke is vader er wel eens gebeurd, zoiets? Een muziekje, Nelly? A. Vader A krijgt even een muziekje. Of het wel eens gebeurd is? Ja. Nou, niet met Michael Douglas, maar wel met Bruce Willis. Bruce, altijd hetzelfde. Ik denk dat ik een aantal jaren geleden netjes mijn mond dicht zou hebben gehouden, maar tegenwoordig doe ik dat niet meer. Ja. Om uit te leggen van dat het ook mijn tijd is en dat ik heb zitten wachten terwijl je ook weer door moet gaan. En dat het toch ook wel van enig respect getuigt om op tijd te komen en je werk te doen. Ja. Daar krijgen ze tenslotte 20 miljoen dollar voor per rol. Ja, dus ik doe niet. Maar weet je, het punt is wel dat daarna verzin ik wel weer iets wat gelijk die sfeer weer doorbreekt. Want je hebt er natuurlijk niks aan als hij morrend gaat zitten doen in het interview. Ja, dus je zegt er wat van en denkt tegelijkertijd, ik regel het zo dat we toch het interview gaan maken. Heel goed. Vader A, wat doet u zo op zo'n moment? Die man komt echt veel te laat. Nou, hij zal zich inhouden. Hij is gewend om te wachten. En hij zal wel laten merken dat het hem irriteert dat hij zo lang heeft moeten wachten. Maar niet direct van, nou, wat is me dat nog een toestand? Maar ik denk dat zijn vraagstelling naar die persoon toe wel korter zal zijn als dat hij anders zich opener stelt, laat ik het zo zeggen. Ja, oké. Okay. Nou, kun je daar wat mee, Nelly? Ja, dat vind ik een heel aardig goed antwoord. Goed zo. Jochem, laatste vraag. Ik heb een kortje. Ja. Voor vader D. Komt ja. René, je zit s'avonds thuis gezellig met je dochters op de bank. En nou, een leuke film te kijken, toch, op video. En op een gegeven moment hoor je in de keuken hoor je wat geritsel en gekrabbel. Het is overduidelijk, daar zitten een paar muizen in je keuken. Vraag is simpel. Wie gaat de actie ondernemen? Stuur je een van je dochters? Ga je er zelf op af? Of wacht je gewoon rustig met de benen omhoog? Ja, het is mij ook wel eens overkomen. En wie ging er bij jullie? Nou, ik heb eerst de sokken over de broekspijpen gedaan. Want ik heb ooit een keer eentje in mijn broekspijp gehad. Nou. Dus nee, ik heb mijn 2 broers gebeld. Die zijn gekomen. Ja, en het is een heel bloederig verhaal geworden. Maar in ieder geval, of mogelijkheid 7, dus je wacht op je vrouw. Tot die thuis. Wacht op je vrouw? Nou, René, wat ga je doen? Het heldhaftige Haagse van mijn vader heb ik niet. Kijk, ik wacht op mijn vrouw. Ik bedoel, dat is echt zo. Ja? Die muizen, zij is er absoluut handiger en beter in. En zo van, ah joh, schiet op, pak die muis, kleine muisjes. En die wil ze liefst houden. Oh ja. Zo van, wat leuk, al die muizen en schattig, zo. Maar ik vind het niet prettig, het idee. Wacht op, vader D, wie gaat achter de muizen aan? Nou, hij niet. Nee, hè? Nee. Goed. Hij mag dan sokken aantrekken, maar dan is er toch een held op sokken. Ja. Nee, dat doet hij beslist niet. Die dochter gaat de dochter stuurt hier ook niet achteraan. Nee. Want hij vindt het zelf eng. Ja. Ja, dus hij hoopt maar
dat die muizen, zoals ze gekomen zijn, ook weer weggaan. Oh ja. En uw schoondochter, is dat nog een held? Durft hij dat aan? Nee, ook absoluut niet. Nee! Nee! Dat is gebeurd. Nee. Ja, dank u wel, vader D. Ja. Nou, jongens. Ik ben eruit. Jij bent eruit, Jochem. Vader D. Ja? Maar nee. Vertel het maar. Wat is, wat oh, moet ik het zeggen meteen? Ja. Nou, vader D. Nee, nee, die is het helaas niet. Ik ga echt terug naar A. Ja. Ik denk echt dat het A is. Marit. Ja, ik wist dat hij dat ging zeggen, maar ik had het ook zelf al bedacht. Dat ik ook denk dat het A is. Ja. Alhoewel ik D ook best nog zou vinden kunnen, maar... C en D zijn broers misschien. C en D zijn de broers. Ja, maar misschien is A wel een broer van zijn moeder. En dan is het dus B. Ja, dat zou ook nog kunnen. Nou, ja. Waarom zit u daar zo om te lachen? Ja, heel leuk. Het is een leuke vergelijking. Een serieuze theorie, hoor. Kijk, daar komt Nelly. Zit er niet iemand op de tribune die op vader B lijkt? Ja, vast. Zullen we die gaan zoeken dan? Nee, ik ga naar A. We hebben triple A. Hebben drie keer A. Ik ben benieuwd. U heeft uw keuze gemaakt thuis. De interactieve hebben de knopjes van hun set topbox ingedrukt. Want die mogen meespelen thuis tegenwoordig. Ik ben heel benieuwd. We gaan het horen uit de mond van René. René, wie is jouw echte vader? Dit is zo'n ontzettend leuk spelletje. Nee. Ja, D, hè? Het is vader A. Ja. Oh. Ja, het was kennelijk obvious, het was kennelijk heel duidelijk. Ik vond het wel mee van de vader A, u bent het, hè? Inderdaad, ja. En u bent, met welke doelen bent u momenteel bezig? Nou, we zijn bezig met een project in Hongarije. Dat is dit jaar al 10 jaar dat we dat doen. We vieren ook het 10-jarig jubileum. Ja. Met mijn vrouw heb ik dat samen opgezet. Per ongeluk in een vakantietijd. En het gaat om een kinderhuis van 120 zwakbegaafde kinderen. Prachtig. En we hebben als doel nu om dit jaar voor juni 41.000 gulden bij elkaar te halen. Dat wil zeggen, de helft moeten we halen. En de wilde ganzen geeft dan de andere helft erbij. Nou, goed. Dus we hopen dat dat zal lukken. Nou, bij deze kijkers. Mooi hoor. Wilde ganzen dus. Hè. Via de wilde ganzen komt het bij papa Mioch terecht. Vader B, wie bent u? Ik ben zijn broer. Nee hoor, ik ben... Ik ben Hans Rijns, ik ben huisarts en ik heb René leren kennen via gemeenschappelijke vrienden. Oh, dat is niet een patiënt van u, gelukkig. Nee, nee. Okay, nee. Nee. Vader C, wie bent u? Ik ben Wim Lonke, maar ik ben een oom van René. En een broer van vader A? Nee, van zijn moeder. Ah, zie je wel. Kijk, toch de familie, jongens. Ja. En dan is vader D daar weer de broer van, of niet? Nee, helemaal niet. Oh, sorry. Ik ben de vader van een hele goede vriendin van René. Ah, ja. Dat is het. Ja. Niet de vriendin, de vrouw, maar een hele goeie. Zo gaat het in die filmwereld. Ja. Je hebt een echte, je hebt een hele goeie. Ja. Jongens, het was een leuke aflevering. Goed gespeeld. René, bedankt dat je er was. Ja, heel goed. Ja, en sterkte met wel alles wat je gaat doen, hè. Dankjewel. Vaders, bedankt. En sterkte met name Hongarije. Ik hoop dat dat geld binnenkomt. En panel, ja, geweldig gespeeld. Top paneltje. Pluim. Volgende week weer 3 keer A. Volgende week zijn we er weer op dezelfde tijd, dezelfde net, dezelfde zender. Graag tot volgende week. Bedankt voor het kijken. Dag.